Het is een kwaliteit. Ja, het is echt een kwaliteit. Dat je in vrij korte tijd je politieke partij zo naar de knoppen kunt helpen. De NSC. Ja, die zijn bezig met die armen zo naast elkaar zo. Schanspringen. Ja. Oh. Nog maar 3 zeteltjes over. 20 met de verkiezingen. En weet je nog, helemaal bij het begin. In de peilingen stonden ze op 46 zetels. Ja, Omtzigt was heilig verklaard. En iedereen geloofde in hem. Dat hij het allemaal anders zou gaan doen. Samen met die Wilders. Helemaal anders. En niks van terechtgekomen tot nu toe. Niet wat de NSC betreft. Want die zijn alleen maar bezig geweest met hun eigen hobby. Ja. Met rechtsstaat en nieuw bestuur en noem het maar op. Maar daar hadden de kiezers helemaal geen trek in. Want die kiezers die wilden gewoon, ga nou bezig met de woningen. En ga bezig met de zorg. En ga bezig vooral met het asiel. Dat wilden de kiezers van de NSC. Maar wat zagen ze? Ze zagen daar een leider die het helemaal niet aankon. Niet stressbestendig. Had te huilen en te schreeuwen en liep weg. En dan twijfelde hij weer. En dan hield hij de boel weer op. En dat ging zo, ja. En toen zag je al, dat ging al fout in die peilingen met de NSC. Die waren het al aan het weggooien. Ja, en toen kwam ook nog eens een keer daarbovenop. Kwam de debat met die van Vroonhoven. Nou, zeg. Die liet even zien hoe niet loyaal ze was. Sterker nog, bij de WK onbetrouwbaar. Ja, daar komt ze op het podium. Ja, ja, ja. Gold medalist and representing the Netherlands. Van Vroonhoven. Ja, dat had er gebeurd als ze had meegedaan. Vrienden, het wil maar één ding zeggen. Dit hele verhaal, eigenlijk is dat goed nieuws. Dat die NSC gewoon weer bijna terug is naar een eenmansfractie. Het wil zeggen, je kan kiezers niet in de maling nemen.